Iedereen, leuk dat je kijkt naar Dealit Infinity. Vandaag gaan we verder met Pokémon Fireret. Zoals je hier kunt zien. Vandaag ben ik hier met Vince. Hey. En ik heb vandaag een facecam, want ik dacht waarom niet. Misschien is het leuker voor het beeld. We gaan gewoon verder waar we begonnen waren. En Vince zit nu bij ons. Hij heeft de vorige aflevering nog gekeken, dus weten waar we zijn. Yeah. In een stadje hier. Vince is een achterneefje voor mij. Ja. Maar weet jij wat we hier moeten doen, want jij hebt Pokémon Fireret ook. Ja. Hey, Pokeball. Oh, een potion volgens mij. Ja. Dorspool is echt wat chill. Ja. Die gym, dat is pas de laatste gym, hè? Die zit pas de laatste gym. Ja, die hoef je niet te doen. Die, ja. Je moet die man even helpen, die gaat dood. Ja, hoe moet die helpen? Ja, even niet praten. Nee, die vrouw. Oh, grandpa, don't be so mean. I'm so sorry, he hasn't had his coffee yet. Hij gaat niet dood, hij is moe. Je moet er, okay. Maar ik mag er niet langs. Nee. Je moet terug naar je moeder, volgens mij. Mama. Oké, ik ga niet in de plant, heb ik even gezien. Dat gaat toch pokeballen. Oké, doorspoelen, ik heb mijn zin in jou. Jos! Pak hem aan! Mama. Is dit mama? Nee, dat is... Als professor ook. Dat je open. Maar hé, wist je dat alle Pokémon, al die mensen, maar al die professors, mm-hmm. zijn allemaal boomnamen ook. professor Palm. Dat is echt! Kijk maar al die professornamen. Zoek je maar zo. Professor ook, professor Palm. Dat is echt. Professor Universe. Is je er ook? Ja. En dan geef ik het op. Pasje, you shouldn't take a rest quick. Ja, nu gaat hij weer een Pokémon 7 maken, dat vind ik niet cool. Moet er afblijven. Nou moet je naar professor ook kijken. En dan krijg je Pokéball als het is. Heb ik al. Oh, zo Pokéball voor te vangen? Nee, ja, die wil het vangen. Ja, ik geloof het dan wel. Nou komt hij. Ik kreeg iets, een custom Pokéball. Ja, maar je krijgt... Gerrit, Grabs. Ja, ik weet niet hoe je hem genoemd had. Dus. Gerrit. Gerrit is gewoon awesome. Ja. Dat is alleen geen slak. Jij komt net terug van breakdance, dus ik liet er een beetje... Ja, weet ik veel of je er een beetje breakdance uit. Ik ook. Trainingsvest aan. En dan ging je gewoon nu weer weet wat we gaan opnemen. Doet dat zo lang ook. Oh, dat derde is even... Oh, Pokédex. Nice. Ik weet niet of ze groot waren. Nee, dat is... Dat is twee tafels, man. Dat is gewoon tafel baf. Dit is Pokédex. Doe maar in je rugzak. Dat is even groot als hem, man. Nee, de volgende keer ik op een... facecam heb. Ik ben even een beetje rechtop zitten, want ik zit een beetje irritant zo. Ja, ik ga niet alles lezen, want ik heb echt geen zin in. Misschien soms een keer als het heel belangrijk is, maar jullie kennen het allemaal wel. Als je Pokémon een keer hebt gespeurd, al na een tijd krijg je Pokéballen. En dan kan je Pokémon gaan vangen. Dan krijg je daar waarschijnlijk een les van iemand, hoe je Pokéball moet vangen, Pokémon moet vangen. Dan krijg je elke keer een sozai. Want ja, ik denk dat je de Pokéball moet gooien, maar dat weet natuurlijk niet iedereen. En dan heb je nog middenbreek dan. Bart, hoe heet jij? Hij heet Freddy. Oké. Hij is echt Hij is een nerd. Hij wil anoniem blijven. Ja, hij wil anoniem blijven. Wow, come at me, Josh, kill him! Oh, wacht, ik kan Pidgey. Je moet hem niet vangen. Ja, Pidgey moet je vangen. Die kan, heb je een goede fly Pokémon. Ja, je hoeft niet te vangen. Rattata. Wie heeft nou Rattata? Ja, echt, hè? Echt een mislukt leven. Dat is gewoon sneu. Ja. En Pokémon zou volgens mij echt iets van aandoen of zo hebben. Pikachu! En dan weet ze echt wat het betekent dat hij zegt. Dat je zo. Pika! En dan zo. Wil je eten? Pika! Hier is niks, zit vol. Pika! Ja, die heeft vast honger. Ja. Wacht, ik doe hem even een tekkeltje. Ja, perfect deze. Dan doe ik een bag. En dan pak ik een Pokéball. We hebben er 5. Ja. Oké, kom met me. 1, 2, 3. Ja! Nou, de derde was geluidloos. Maar we hebben Pidgey, dat is nice. Wow, hoe klein is dat beest? 1 centimeter? 1 millimeter. Wat? Is hij echt? Het is echt zo klein. HD is toch height? Dus not like fight. Hij houdt niet van weg. Pussy. Ik denk Klinkerwoord gaat hem evalueren. Nee. Oké, hoe gaan we hem noemen? Henk.
Nee, we noemen hem al. We noemen hem. Strontvlieg. Nee. Zullen we strontvlieg noemen? Nee. We noemen hem. Bas. Bas. Dat vind ik nou een mooie naam. Ja. Basje. Bas. Nee, Bas. Want hij weet je al met Jur, noemen we hem Bas. Ja. Bas. Bas de Vogel. Yeah, we hebben Bas. Oké, doen we even zo. Dan gaan we even omwisselen met dingen en dan gaan we trainen. Van het Pokécentrum met Basje. Basje is een beetje ziekjes. Maar vandaag gaan we een beetje Pokémon trainen en daarna gewoon echt verder komen. We hebben nu Pokéballen, gaan we even Pietje vangen, een beetje trainen. Hoe moet naar je moeder? Die gaan ons mam. Hé mam, meer Pokémon leven maken. Goed zo, bravo. Zo, dat deed je snel. Doei. Zo. Zeg het zo dat je er aan doorspoelen, vind ik echt heel handig. PG, come on. Oh nee, Bas. Kill him! Kom op, Bas. Bas! Nice, Bas. Hij heeft gewoon geen damage opgenomen volgens mij, hè? Dat is cool. Ja, hij heeft een bad boy. Oké. Okay. Wie is de sterker? Welke Bas is de sterker? Ja! Yes, Bas is de sterkste. Ja, onze Bas is gewoon awesome. Ja, hij dood. Kan hem toch wel aan. Dat beest valt gewoon echt niet aan. Oh. Gewoon keihard. Gewoon keihard getist. En nou ben je dood. Ja, nu ben ik gewoon keihard fout. Of hij moet alleen met Tilburg kunnen. Oh! Met twee levens, man. Oh, level 5. Nou, oh, vier levens. Sand attack. Yes. Fucking slecht. Kom op, doe Tilburg. Kom on, doe Tilburg. Jongen, doet hij even. Oh, Bas is echt wel een diehard. Bas is echt zo van, ik ga gewoon niet opgeven. Hij is gewoon overpowered. Oh! Oh! Overpowered. Oh! Hij zit Bas de brandweerman blust... Wat? Dat sloeg gewoon helemaal nergens op. Ja, ja. Ik ga naar de Pokémon trainer. Dood. Ik maak me even af. Josje. Lekker Jos. Ik ben toch wel blij dat ik Jos genomen heb. Jos is wel een baasje. Ja. Misschien wil okay. Ik toch liever een Henk. Ja, ik had liever een Henk gewild. Henk is Maar Bulbasaur moet je echt niet pakken. Dat duurt zo lang dat het beest echt goed wordt. Ja, nee, die wordt echt pas level 25 of zo krijgt die goede avond. Ja. Duurt zo lang. Wow, level 7, gaat best snel. Ja. Dan kan je nog niet veel van de fitcam, een beetje wennen natuurlijk. Is maar niet. Maar onze pas is al best wel pro. Kijk hoe snel die traint, man. Ja. Onze pas is echt gewoon aan mijn zin. Ik vind dat lastig om op het begin je Pokémon's goed te trainen, zeg maar. Saai. Ja. Maar nu gaat het wel chill, dat kunnen we kei snel doen. Dat is een beetje leuk voor de kijkers, moet je doorspoelen. Je hoeft niet heel te kijken hoe ik met mijn Pokémon. Hij mist ik hoor. Ik heb mijn schede te pakken hier. Maar dan komt hij wel bovenop. Zijn aandoening gaat al. Oh shit, we gaan dood. One hit, ja. Ja, jij moet voor je bek houden. Dood. Oh. Oké, kom op Basje. Sorry. Als Bas een dood is, kun je Bas niet meer terug in het veld zetten. Dat begrijp je wel. Ja, of je moet echt gewoon door je vogel op het veld. Ja, dat is mooi bekijkt, hè. Ja, je gooit gewoon een dode vogel tegen die vogel aan. Ja, ik weet trouwens ook, dat doet of niks. Nee, weet wel ook niks. Nee. Het Pokémon Diamond deed altijd zo'n rare golf of zo. Ja, maar dan deed het nog steeds niks. Maar bijna niemand gebruikt die speciale aanvallen voordat de damage naar beneden gaat of zo. Bijna niemand gebruikt die. Een vriend van mij wel, maar. Wie is een vriend van jou? Ja, dacht ik al. Wie? Stukje ham. Nee, Luca deed dat. Die gebruikt de windrouwer om zijn damage te doen. Oh, Luca. Luca Kappa. Die, little piece of shit. Oké, go. Even snel trainen, man. Even dat hij goed is. Tot level 9, ja, misschien dan... 10. Nee, tot hetzelfde level als Josh zit. Ja, dat is 10 dus. Nee. Nee, nu is het 10. Het is net level 9. Oh. Oh, die kreeg ik bijna al one hit, man. We zijn gewoon kei pro. Hij is gewoon pro. Ja, Bas is echt gewoon cool. Ik wil niet wat anders tegen een Rattata en Pidgey. Come on. We gaan hem even naar level 10 trainen en dan kunnen we door. Come on! Yes!
level 9 al. Gust, dat was wel een goede avond, dat toch? Dat is een goede avond. Maar waar is Gust eigenlijk goed? Wat is waar zijn Fly Avalai goed tegen? Oh, ja, one tegen hit. Tegen gras, weet ik. En tegen rock, volgens mij. Maar tegen gras weet ik zeker. Oké, oeh, ah, jammer. En dan even Josje erin. Josje. Bitch. Oh. Come on. Maar wij gaan misschien, even een soort van preview, we gaan heel misschien, gaan we als de echte DaVinci uit is, dat weet ik van, maar dat is gewoon van ons kanaal, gaan we met z'n drieën DaVinci doen. Als jullie dat willen, laat een reacties achter. Dat met z'n drieën DaVinci is gewoon een heel grote uitgebreide mod, maar op Google, Minecraft DaVinci mod. Ik wil niet twee keer mijn Pokémon laten rusten. Hoer. Moeilijk verlaatje. En mijn koosje mail ging op ons tegen, zo, bitch, en dan gewoon weglopen, dat is met zwak. GTA 5 kan het, hè? Ja, weet ik. Als je nou de politie doet, meestal komen ze niet achter je aan dan, hè? Nee. Dan krijgen ze, soms wel, bij. Moet je nou 9 doen, die komt wel achter je aan. Ja. En dan maar op kaartje. Maar ik snap wel, je bent altijd met GTA, je altijd van die nigger stemmen. Je nigger. Altijd. Is ook niet goed tegen flying Pokémon, lijkt me wel logisch. Nee. Want als je vliegt, dan krijg je een daarna heb je al vrij weg gehad op je gezicht. Ja, dat is waar. Maar Pidgey is normaal type, toch? Nee, Pidgey is fly. En normaal, volgens mij. Nee, nog een... Zal ik eens kijken? We gaan kijken. Pidgey is... Normaal en flying. Oh. Wie had het goed hier? Ja, maar dat telt niet, hè. Je speelt vals. Je hebt gewoon cheats. Abonneer mijn kanaal ook. Ik heb... hij heeft geen video's. Nee. Hij kijkt gewoon onze video's met zijn kanaal en een beetje liken. Dat is wat hij doet. Ja. Dat is echt mooi. Ja, dat is gewoon prachtig. Maar abonneer me wel, dat vind ik stoer. Oké, ga dood. Bam! Bam. Oké, we moeten nu naartoe, denk ik, toch naar de stadje of zo. En dan moet je die man gaan helpen. Die man die gaat je uitleg geven hoe je een Pokémon moet vangen, terwijl je dat al gedaan hebt. Ja! Ik heb al een Pokémon, bitch. Ja, spoel je door. Ik ga een opa redden! To the rescue! Ja. Ja. Kutbeest. Eigenlijk moet je die Pidgey gewoon volgens mij zijn dek schoppen. Ja, met je voet gewoon, ja. Baf. Heel geen gevecht. Dan moet je de toekomstige Pokémon kunnen. Ja, gewoon keihard iemand. Ja. Ik zo, nee, ik heb geen zin. Geen run, maar een stamp in elkaar. Kijk, nou moet je opa gaan helpen. What the fuck? Help opa. Ja, kijk. Hey. Die gaat je nou uitleggen. Oh, ik denk ik ga met de vecht hebben. Oké, ik spoel hem door, want ik weet allemaal wat ik moet doen. Wie wil er nou een video van? Ja, echt, ik je opa is gewoon, hij is slecht. Hij is gewoon ik heb een key dingen. Oké, thanks. Oude kut, maar kan ik even hier naar Pokémon Center? Nee. Huh, wat? Die oude man houdt je tegen. Het is al echt gym 8. Ja. Dat is logisch. Er zijn ook heel veel mensen met die Pokémon Diamond volgens mij, dan sla je gym 4 of 5 kon je overslaan. Mm-hmm. En dan moest je wel uiteindelijk doen voor de league natuurlijk, want van Pokémon kom ik hier tegen, dat is steeds level 3. Moet gewoon doorgaan. Hij zei dat op mijn mobiel heeft hij ook zijn emulator. Daarom weet hij er nu opeens heel veel van. Je had je te denken, wat valt dat van nu? Nee, hij weet er gewoon heel veel van. Nee, toen ik klein was, heb ik het ook heel veel gespeeld. Ook had heel veel gedaan. Ik vond Wheel vond ik vroeger echt cool hoor. Hij had gewoon een sticker op zo. Dat vond ik echt vet. Ja. Oh ja, op kans is het super effect. Ja, daar stond dat super. Hey, Pokéball. Wat is het plot te veel door? Door. Ik vond hem al graag, want hij was cool. Wat? Hij is goed, dat klopt gewoon niet. Net of hij misselijk is. Ik heb vroeger als je misselijk was, dat je echt goed was. Ja. Dus daarom. Ja. Misschien heb je, ja, daar zit iets in, ja. 30, oké. We waren level 11. 14 evolueert hij al, toch? Nee, dat is alleen op Platinum. Platinum nog wel. Platinum noem je dat. Nee, Platinum. Platinum. Oké, we deze trainen. Come at me, bro. Hij wil het tegen je vast. Ik maak hem in één hit dood. Oh! Hoe moeilijk. Zonder kijken, zonder te kijken. Nee, nou ja, nee. No look. No scope. Hey, €72. Ja. Want ze krijgen al echt heel veel geld eigenlijk met het spel. Zo'n poosje kost al €100. Denk eens in het echt. Ja. €72.
En want in gym krijg je soms zelfs 1000 euro, hè? Soms Pokémon in de kaart krijg je geld ook. Ja. Win-win. Nou, gewoon win. Ja. En win voor jou. Ja. Gewoon dubbel win voor jou. Level 12, gaat lekker, man. Ik heb meteen wat een Pidgey hebben gevangen, vind ik. En vooral geen gras-Pokémon's in een bos, altijd handig. Nope. Maar hij komt ook veel in grotten. Katubana. Is hij ook gras? Is Katubana, ja. Kakukana. Ja, Kakukana. Nee, wow, hoezo krijgt hij zoveel XP van de... Wow! Het is Kakuna. Kakuna. Kakuna, dat is een soort van karkas of zo, bedoel ze daarmee. Ik vond hem altijd echt, net als je in slaap viel. Zo ziet hij er echt uit, als je in slaap viel. Ik vind hem awesome. Nee. Hij deed altijd hard en als je dan zeg maar een Pokémon had met tackles, is dat heel lang voordat je hem dood had. Iedere keer net iets minder. Dat vond ik echt irritant. Level 13. Maar evolueert hij echt niet met level 14? Nee. Oh, even quick attack, dat is ook nice. Dan ben je altijd als eerst hoor. Ja. Maar kust weer even tegen deze Pokémon, dat is wat iets anders. Ga verder. Ja, nee, ik ga heel even. Daar ga ik even Basje, Josje erin zetten. In voorgaan, dat hij even ook een beetje kan trainen. En dan gaan we verder. Ja, met Josje. Met Josh. Bam. Let's go. Oh, dit heeft geen knop, sorry. Pokeball. Oh, nee. Niemand pakt de Pokeball op of zo. Nee. Denk, ja. Iedereen denkt van nee, die moeten we laten liggen. Moet even iets meer naar doorspoelen. Oh no. Ik denk wel eigenlijk best wel met effect eigenlijk. Ja, hij heeft een muntje op. Ja, oké. Okay. We hebben homers moeten weg. Ja. Wacht, water is ook goed tegen gras, nee, toch? Gras is tegen water. Oh ja, dat was het. Met andersom. En yes. Oh, dat gaat snel. Oh nee. Look, ik voeg er altijd. Ik altijd door. Doe het nog steeds. Op mijn mobile phone. Samsung, ja. Ja. Nice. Erg. Kijk, je hebt nieuwe water is ook al wel een goede aanval. Ja. Maar terwijl het heel simpel klinkt. Net als je een pistool, een waterpistool. Ja, ja ik poke, als je maar wil waterpistool op Pokémon schiet, is het toch niet dood? Dan denk je, oh lekker. Ja. Zo, oh, water. Of zo'n bubbel. Je gaat toch niet dood van een bubbel? Ja. Met bellenblaas zo. Kijk, van flamethrower van Charizard of zo, ja. Dat snap ik, maar. Ja. Oh, kijk, dit bedoel ik dus. Dit bedoel ik. Harden, 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 harden. Je gaat toch wel dood. Gewoon een beetje mijn aanvallen verneuken nu. Dat ik al mijn PP op is. Ja, dus noem je dat ook PP. Ja, dit is ja. HP en dan is PP. Ja. Wow. Ik heb wel veel XP van, maar wel. Nice. Au. Ey. Niet lief. Level 12. Ja, lekker. Level 16 of level 18? Wanneer evolueert hij nou? 16. En 16. En 36. Dat is altijd 16 en 36 begin Pokémon. Behalve Chimchar. Die was 14, toch? Ja. En dan 32. Ja, dat kan wel. Oh nee, het was 14 en 36. En je hebt ook 18 en 32. Het is gewoon Sjorsje, het is geen Sjorsje. We hebben heel de foute naam gezegd. Ach, ja. Domme wijen. Ja, opnieuw recorden. Ja, opnieuw. Oké. Okay. Dat zijn we al bezig. 18 minuten, jezus. Moeten ze oppassen daar waar die dingen zijn aan stoppen. Jou even doodmaken en dan stoppen we denk ik. Even die trainer afmaken, even die trainer pesten. Nee! Oh, gelukkig, we zijn niet. Nee, nee. Oh, strings van de leiding naar potion. Ik kan het zo niet tegen als mijn Pokémon er heeft. Nee, en vooral als je naar het ziekenhuis loopt, krijg je zo'n wazig beeld. Ja, dan. Als jouw Pokémon ziek is, dan trilt al je hoofd toch niet? Als je zelf ziek bent, dan lig je thuis ook niet makkelijk. Nee. Passie strek zo. Maar dat kan. Ja. Maar dan sluit die aflevering af. Vond je het leuk? Vond je het leuk? Geef dan een goed duimpje. Abonneer, reageer. Dan zie ik de volgende terug. En misschien nog een Vince. Misschien gaan we daar nog een keer opnemen. Ja. Dus, doei. Hallo. Dit stond er nog niet op. Maar ja, het is even kleding. En vond je het leuk? Ik nog een keer? Ja. Best leuk, hè? Maar dan ga ik even zelf spelen tot we weer zelf een opbreken komen. Ja, ik sla hem even op, maar ga gelijk door. Het duurt echt 10 minuten. Nee, nog niet eens. We hebben best lang record, of niet? Ja, dat is leuk, Vinnie. Dat gaat straks snel voorbij. Beetje poten, ik ben lekker verder dan jou. Ja, joh, dat is gek. Ik speel het sinds gisteren, man. Kadabra. Die moet je ook vangen, jongen. Vandaag komt dan de eerste.